Verdorie, ik heb een kaartje gekocht en ik heb ook een heel simpel boekje met drie looproutes. 11 euro kost een kaartje. Daar in de verte, daar ligt het eiland, denk ik. Ja, het is 3:10. Om 3:30 gaat hij. Ze wilden mijn naam weten, dus ik begon met Robert en dat was voldoende. Maar ik moest wel opgeven wanneer ik weer terugging. Nou, vrijdag voor 12 is het nog rustig. Ze heeft me gezet voor vrijdag 12 uur 's middags. Geeft me nog voldoende tijd ook om weer terug te gaan naar de camping in Donegal. Maar piste, ik heb ook gezegd, ik wil zo vroeg mogelijk weg. Maar dat schijnt geen probleem te zijn, want het is gewoon 's ochtends vroeg. Oké, dat is een keer. Het is fantastisch mooi weer. Ik neem mijn regenkleding mee. En ik moet dus inderdaad eten meenemen voor 2 dagen. Ik heb 1,5 liter water. Ik kan genoeg water krijgen daar ongetwijfeld. Dat is geen enkel probleem, denk ik. Is in ieder geval vandaag en morgenochtend het maar even red. En ik wil wel zelf voor mijn eten zorgen. Dus daarom is hij zo vol. En ik heb mijn tarp, neem ik dus mee. 6 dikke, vette tentharingen van mijn echte tent, die gaan wel mee. Oké, afwachten.